Het album wordt echt, ja, nou niet totaal anders als de muziek van Elvis. Het is een klein beetje in de richtlijn, om het zo maar te zeggen. Alleen het zijn geen nummers van Elvis. Het zijn echt totaal nieuwe nummers of covers van anderen. En ja, we zijn op dit moment ook druk bezig met de voorbereiding van de twee concerten die we in mei gaan doen. Want hoe is het nou om helemaal toch op een andere stijl door te gaan? Want vergeleken met 2 jaar is het toch wel heel anders dan wat je deed. Ja, klopt. Maar ik denk dat het nog steeds gewoon degene is die ik ben. Ik bedoel, natuurlijk is de muziek iets veranderd. Maar er zijn echt heel veel liefhebbers die deze muziek fantastisch vinden. En ik ben eigenlijk door heel veel mensen gevraagd om dit eens te gaan doen. En ja, nu is er eigenlijk een keer van gekomen. Want ligt het misschien nog wel dichterbij je dan het Nederlandstalig? Nou, dichterbij wil ik niet zeggen. Kijk, ik ben natuurlijk met de Nederlandse taal opgegroeid. Dus Nederlands ligt natuurlijk altijd dichtbij je. En ik vind het ook alle twee heel leuk om te doen. Alleen, dit is de muziek waar ik ooit mee begonnen ben. Even over die concerten gesproken. Wanneer zijn ze precies? 20 mei is het in België, in Turnhout. In het Waranda Theater. En 21 mei is het in Ede. In de Rehost. De Belgen reageren echt heel positief en vinden het ook heel leuk. Sta je daar nu bekend als de Nederlandse Elvis of hoe ben je daar bekend? Nee, ik sta daar gewoon bekend als Bauke, denk ik. Dus gelukkig net zoals hier. Ik hoop het.